ben Karim Moussaoui. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik ben 20 jaar. Ik speel bij Excelsior Rotterdam. Ik ben een middenvelder. Ik ben 1 meter en 76 centimeter. Favoriete Marokkaanse voetballer? Mounir Alhamdaoui. Favoriete Nederlandse voetballer? Robin van Persie. Dit is een basisschool waar ik vroeger op school heb gezeten. En waar ik dus alles heb geleerd. En waar ik nog steeds af en toe voetbalclinics geef. Waar bestaat die dan uit? Wat doe je dan precies? Ja, gewoon simpel aannemen met je binnenkant. Inspelen, gewoon die simpele dingen. Afwerken, schieten en gewoon partijtjes. Ook soms techniektrainingen. En dat vinden ze heel leuk. En vrijdag heb je gespeeld. En de meesten kijken ook zelf en die moeten eigenlijk al gaan slapen omdat het zo laat wordt uitgezonden. Heb je al vaak gescoord trouwens voor Excelsior? Nee, ik heb 1 keer het net gevonden, maar de goal telde niet. Het was een hele mooie, van 50 meter zeg maar, van onze helft. En de scheids keurde niet goed. Ja, we zijn hier bij de familie Moussaoui te gast. Meneer Moussaoui, ja. U bent de vader van Karim. Ja, meneer. Wanneer is hij begonnen met voetballen? Toen hij zes jaar begonnen. Ik zie daar een shirt hangen. Wat voor shirt is dat? Ja, dit shirt is toen hij is begonnen bij Excelsior als een proefvoetbal. Ja, dus u bent wel trots op hem? Ja, heel, heel trots op hem. Het gaat dus met de uitwedstrijden gaat u niet mee naar Zwolle? Naar... Als het ver is, nou ja, ga ik wel eens, maar soms geen tijd of heb ik wat te doen. Maar ik blijf toch nieuwsgierig. Ja. Nou, s'avonds als wedstrijd begint 8 uur, ik spring gelijk naar de radio en tv Teletext om te kijken en te luisteren. Hier... kwam ik dus als klein jongetje. Dus hier is het begonnen? Ja, hier is het begonnen, ja. Als, kijk, 8-jarige, 10-jarige. Wat voor soort groepen kwamen eigenlijk hier? Hier kwam eigenlijk van alles, van Surinamers tot aan Marokkanen, Turken, gewoon iedereen is hier welkom. En hier kunnen ze het meestal met elkaar wel goed opschieten. Als je hoort andere verhalen uit andere wijken en buurten, die meestal ruzie met elkaar hebben. Dan denken wij hier van, hoezo? Je kan toch gewoon makkelijk met elkaar opschieten. Er zijn allemaal mensen. Je moet elkaar gewoon respecteren. En ja, hier was dat wel het geval. Dus wij hebben hier echt nooit eigenlijk problemen gehad tussen jongeren. En dus je zou kunnen zeggen dat sport verbroedert? Ja, klopt. Sport helpt gewoon elkaar beter leren kennen met alles. Je leert samenwerken, je leert praten met elkaar. Je leert gewoon sociaal goed te zijn met elkaar. En dat is wel belangrijk, vooral nu, rond deze tijd, hoor je rare verhalen. En ik denk dat het beter is om met elkaar te praten en gewoon op elkaar af te stappen, gewoon durven. Als je niet durft, ja, als je stil blijft, dan weet je nooit wat die ander in zijn gedachten heeft. Je kan beter met elkaar gewoon praten, vind ik. Wat kan jij tegen, hè, want er zijn Marokkaanse jongeren die veroorzaken hier en daar nog wel overlast. Wat zeg jij dan tegen zulke jongens? Ja, je kan sowieso zeggen van, ga gewoon normaal doen. Maar de keuze ligt alsnog bij hun. Je kan zeggen wat je wil. Ja, de ouders ook, het ligt gewoon bij hun zelf. Als jij de verkeerde kant op gaat, tuurlijk zijn er mensen die je proberen tegen te houden. Het hoort ook zo. Maar ja, uiteindelijk ga je zelf die weg op. Ja, met je eigen benen. En iedereen wil je wel stoppen. Maar er zijn ook weer mensen die je meeslepen. En dat is meestal het probleem. Jongeren die andere jongeren meenemen. En meestal komt criminaliteit ook uit, omdat ze niks te doen hebben. Uit kattenkwaad wordt het steeds erger. En ja, ik hoop dat zeg maar de Marokkaanse jongeren dan, ja eigenlijk alle jongeren, gewoon het goede pad opgaan.